Hey kijkers van mijn kanaal, dit is Durms en welkom bij een nieuwe Minecraft Survival Build met Giel. Yo! En Giel die heeft een nieuwe laptop. Ja. Giel die heeft een nieuwe laptop. Een laptop? Een laptop. Weet je wat het is? Nee. Dat is het tussen een lapdance die op is. Ja, een laptop. Oké. Wat voor bomen moeten we hebben eigenlijk, Giel? Ja, we hebben spruce nodig. Want de vorige episode hebben wij het hout helemaal opgemaakt. Is nice. Maar niet heus. Oké, okay, waar kunnen wij zo snel mogelijk aan veel en efficiënt spruce wood kunnen? Maar ik weet niet waarom we hier eigenlijk heen lopen, want bij ons daarachter was heel veel van die bomen. Maar hier is ook, toch? Ja, we hebben geen oak nodig, we hebben spruce nodig. Ja, oké, okay, maar waarom maken we niet van die reuze spruce bomen dan? Dat is een goeie. Heb jij je spruce saplings? Nee, ik heb geen spruce saplings. Maar hier wel. Ja, pak ze dan. Doe ik. Heb jij nog boommeel of iets? Nee. Nee, geen boommeel. Hoe kan dat? Ja, ik ga niet elke dag van elke seconde van de dag boommeel bij me houden. Boner? Ja, zijn boner. Zijn nou boner? Ja. Ja. Ja, dat, heb jij dat niet ook wel? Nee. Oké, okay, ander onderwerp. Geer. Nee, we hebben acacia. Oh ja, ik heb dat gelezen. Dus iemand zei, toen wij dat gingen zoeken, dan zei iemand van, ja, jullie hebben gewoon acacia. Jullie zijn er al een keer geweest. Dat was toen wij gingen ze zoeken? Die villages trouwens. We hebben het gewoon. Ik heb hier net een sapling gepakt. Alleen, ik kan nergens boommeel vinden. Verdomme, hoezo hebben we geen boommeel? Geel. Geel, we zijn geen boommeel, Geel. Weet ik niet. Ik heb één boommeel in mijn hand, maar ja, daar kom je niet echt ver mee. Moet je even een paar skeletons afgeslacht? Ja, als ik weet waar ze zijn. Hallo skeletons, waar zitten jullie verstopt voor deze keer? Ik zie echt nergens hoor, skeletons. Het is dag. Alsof die in één keer zo naar voren zou moeten gewoon. Hallo Vincent, kies mij, ik ben een skeleton, vermoord mij maar. Kies mij. Dus ik loop nu even naar beneden, hè. Kijk of hier iets is. Dus je hebt geen vrijwillige skeleton kunnen vinden? Nee. Ja. Hallo, skeleton hier. Hier ook niet. Welke avonturen? Welke avonturen zouden wij nog kunnen gaan beleven? Dat is een goeie. De bank. Als dat ja, dat snap ik. Maar... wat zouden wij nog kunnen gaan vinden in Minecraft hier? We hebben alles al gedaan. Ik heb de Ender Dragon Niet alles. We moeten nog de Wither. Oh ja. Ik weet hoe je die moet doen, hè? Ik ja, weet dat. In zo'n doos, toch? Nee, je moet een hele platform maken. Maar de Wither, die kan je echt niet met z'n tweeën verslaan, hoor. Nee. Die is veel te sterk. Nou, helemaal niet met mij. Ik doe niet veel survival altijd, hè. Alleen... Nee, dat snap ik. Even kijken hoor. Ik moet even... Ik ga even naar de andere... Ik ga even naar het vissersdorpje. Doe dat maar. Misschien hebben we daar nog wel... boontjes. Ja, volgens mij wel. Maar want... van de Wither, daar krijg je toch zo'n ding van dat je fucking snel kan rennen en shit. Nou, dan krijg je een Nether Star, volgens mij, heet dat. Ja. Ja, dat is in ieder geval zo'n ster. Daarmee kun je een beacon maken. En als je daar onder de beacon iron en zo neerzet, dan... kun je daar dingen voor invoeren met iron en emeralds en diamonds en zo. Oeh. Ik heb het nooit echt gebruikt in ooit in Minecraft survival of zo. Ja. Ik heb hem normaal nooit eigenlijk gekilled. Ik weet wel hoe het werkt en alles. Ik heb de Wither 1 keer gekilled, maar hij is veel te... Wow, lek. Maar hij is veel te moeilijk. Oh. Shit, je moest uitstappen en dan moet je hem kapot maken. Zo. Ja, minecart. Staat hier nog een minecart? Iemand had zoiets van, ja, fuck it. Ik laat mijn minecart staan. Even kijken, hier tussendoor. Hoppatee. En boonmeel. Oh, wow. We hebben hier gewoon 17 bones. 11 boonmeel. En deze hebben we nog 18 bones. Heb je ook hout daar? Ja, gewoon los hout. Ja, neem alles maar mee. Kunnen we altijd gebruiken. Ben je ook slabs nodig? Spruce wood slabs? Nee, die hebben we daar nodig voor het platform. Daar, dat vissersdeurbakje. Ik heb nog wel klei. Klei, Nee, vast niks aan. Nee.
alsnog van de tijd dat jij jouw mooie open haard ging maken, denk ik. Ja, echt hè? Kijk hoor. Nee, volgens mij hebben we niet echt iets wat... Ik heb wel een birch sapling. Oké. Moet ik die meenemen of niet? Daar wil ik helemaal niks aan. Oh, dat is best wel mooi hout hoor. Ja, ja. Ja, ja. Het is niet, wel mooi. Niet zo maar... recessies. Hoezo? Oftewel, ik wil alleen zwart hout, denk jij? Nee, dat zeg ik niet. Dat maak jij er nu van. Nee, jij zegt dat het racistisch is. Jij bent gewoon racistisch tegen de birch sapling. Ja. Dat is niet netjes. Dat is niet netjes, dat doe je niet. Het is, ja, hij heeft ook gevoel. Hij heeft ook blaadjes die water moeten absorberen. Ja, maar die bruine boompjes ook, toch? Ja, niks maar, ja maar. Wat nou ja maar? Niks ja maar. Maar de bruine bomen hebben ook gevoelens. Zo, oké, we gaan omhoog. Omhoog. Nou ja, praat hem overheen. Uit mond. Oh, mijn headset valt uit. Je headset? Ga aan, headset. Oké. Ja, hij is weer aan. Hallo. Hoe kan dat? Oké. En moet je hem wel even opladen? Ja, dat doe ik nu, maar soms bug die tijdens het opladen. Dat is echt GG. Dat is echt GG. Ja, ja, dat is echt vervelend hoor. Het is vervelend. Ik heb trouwens een hele grote boom omgekapt. Oeh, nice. Nice. Ik kom nu naar boven met alle bones. Oké. En automatisch met de boonmeel dan natuurlijk. Alleen, waar ben jij? Ik ben nu bij de bank. Ah, dan ga ik voor de bank wel mooie bomen maken. Ik ben best wel blij dat we acacia saplings hebben. Hier. Nou, dan is een hele droom vervuld ineens, of niet? Ja, daar ben ik echt best wel blij mee. Hier. Groei. Doe de groeidans. Kijk dan hoe mooi. Groei. Oh, hier, het werkt ook nog. Yeah, bitches. Oh, dat zijn wel hele kleine boompjes, maar oké. Ja, dat maakt niet uit. Het is fucking mooi hout. Ja. Hoppatee. Ah, en trouwens. Ja? Wij hadden het toch over een... binnenkort misschien een soort van modpack achter iets. Ja. En... ja, nu kan dat, want... Op mijn oude computer kon dat bijna niet. Hij kon wel tacket en alles kon hij gewoon aan. Alleen van die zware modpacks kon hij nooit aan. Ja, zou ik jou één leuk verhaal vertellen dan? Nou, zeg het eens. We kunnen hem vanmiddag testen als je wil. Oh, cool. Hey, you like or you like? Ik like. Nice. Maar, alleen we zitten niet op Facebook, toch? Nee, maar je hoeft hem niet te liken met Facebook. Ah, oké. Okay. Nu heb ik in één keer 10 van die acacia saplings. Daar ben ik eigenlijk best wel blij mee. Nee, ik zal er altijd eentje houden, je weet maar nooit. Hoezo? Ja. Er komen toch altijd tering veel saplings uit? Ja, maar het hoeft niet. Of lul ik nou poep? Ja, je lult uit je nek, man. Ah, je lult, man! Nee, ik lul niet. Ah, je lult, man! Nee, ik lul niet. Goeie oude tijden. Ja. Ja. Had je... Oh, ik heb nog een woord, lol. Niks. Ja, ik had net een stack er doorheen gejaagd. En ik dacht dat dat alles was, maar ik heb nog een stack in mijn inventory. Dus, dat scheelt weer. Zo, okay. Heel mooi, al die bomen door elkaar, zo. Wow, dit zijn best wel grote, ouwe. Wow. Dat is wel anders dan die kleintjes die we net hadden. Ja, wat voor kleur hout geeft dit eigenlijk als je een plank ervan maakt? Oranje volgens mij. Oh, maar dat is wel goed voor de WK-stemming, hè? Oh! Oh, me like! Oh je toch! Kijk hoor, ik moet hierbij. Deze eruit. Verdomme! Kijk hoor, hoppatee, deze eruit. Hoppatee. Het dak zit er bijna in. Of ja, het dak, het frame. Wat als ik nou even zo doe? Hop. Zo, oké, ik kan hier een beetje mooi weghalen. We kunnen de oranje Wall of Fame gaan maken. Dat kan. Dat jij, als jij een coole reactie achterlaat, dat je met je naam op de oranje Wall of Fame komt. De Oranje Wall of Fame, het WK Wall of Fame of zo. Of wat? Ja, zoiets. WK Special Unlimited iets. Special Unlimited iets? Ja. Oké, okay. Nou nee, lijkt me wel leuk. Kijk hoor, dit weg zo. Wat vind je van het frame tot nu toe?
Lelijk. Snap je nu wat ik bedoel? Nee, ik snap wat je bedoelt. Ik zag het al. Hallo, zombie. Meister zombie. Zo, oké, even kijken hoor. Dit wordt dus oranje hout. Ik heb best wel veel nu van dit. Heb je ook spruce? Ja, ook. Hier. Hop, hop, en hop, en hop. Komt de hele lading uit. Dankjewel. Dit hout, oh, dit hout is echt mooi. Kijk dan. Wacht even. Is helemaal niet oranje. In John Smith is die vet mooi. Kijk dan. Ja, maar ik heb nu geen John Smith aan. Ik heb een nieuwe laptop, hè. Ja, hier, nu is hij een beetje licht oranje. Maar in John Smith weet ik wel. Dat is het, dan gaat beige. Het op, beige. Beige-achtig, ja. Ja, dat is heel mooi. Dat is echt perfect. Ik ga jullie allemaal hartstikke bedanken voor het kijken weer naar deze nieuwe Minecraft Survival beeld. Ik was hier samen met Giel. Vergeet even niet te abonneren op zijn kanaal. Mocht je dat gedaan hebben, ben je een held. Abonneer ook op mijn kanaal. En vergeet even niet te liken. Like die video en dan zeggen we tegen jullie tot morgen bij een nieuwe Survival beeld. Ciao!